De start is gevallen. Favorieten die begint hard. Riet Hazelaar in het midden van de baan. Daarachter op de tweede plek Gigi Barroso. Dat zijn de eerste en tweede favoriet. Nu op de eerste en de tweede plek. Derde aan de relingzijde Love You Too. Daarnaast in het tweede spoor ligt Sangria Perlini. En daarachter de andere gouden helm. Dat is de gouden helm uit Nederland van Rick Ebbingen met Luther King Boko. Laatste plaats is voor Lexia Boko. Paarden gaan de rechterlijn overzijde in. En daar leidt Riet Hazelaar. Daar komt de tussensprint van de Duitse kampioen met Sangria Perlini. Sangria Perlini komt er hard aan. Tesselaar lijkt wel genegen om de kop even af te staan. En het is Niemczyk die even mag overnemen. Leiding wordt overgenomen door Sangria Perlini. Daarachter op de tweede plaats Riet Hazelaar. Opening 13-6. Derde plaats daarachter voor Gigi Barroso. Dan volgt op de vierde plaats Love You Too. De vijfde plek is voor Luther King Boko. En zesde is Lexia Boko. Daar komt Tesselaar weer terug met grote stappen. En de favoriet ligt weer op kop. Riet Hazelaar daarachter op de tweede plaats. Sangria Perlini. Daarachter volgt dan Gigi Barroso. Mooie dochter van Ready Cash. En daarachter is het een zoon van Love You, Love You Too. Laatste twee plaatsen voorlopig voor Luther King Boko, Robert B. En de laatste plek is voor een Amaru Boko, Lexia Boko. Paarden in de rechterlijn voor de tribune. Ronde te gaan. Tempo is naar beneden gegaan. Het gaat al lang geen 13 meer. De tussentijd komt er zo aan. 20-3 nu. En dan gaan ze de laatste kilometer in met Riet Hazelaar op kop en een galoppade. Daarvoor Sangria Perlini. Die springt er zomaar uit. Daardoor gaat Gigi Barroso weer terug naar de tweede plek. Uitgeschakeld nummer 3 galop. En daarachter volgt Love You Too. Paarden de rechterbocht door en het tempo begint nu duidelijk aan te trekken. Riet Hazelaar leidt. Riet Hazelaar wordt gevolgd door Gigi Barroso. Dan Love You Too. Daarachter Luther King Boko en Lexia Boko. Laatste keer in de rechterlijn overzijde. En Tesla keek een keer achterom en ziet daar een vertrouwd gezicht. Dat van Gigi Barroso, de tweede favoriet op plek 2. Derde plaats voor Love You Too. Daar hoort paarden dus tweede en derde op dit moment. En nu gaat het tempo echt omhoog. 14-5 en Riet Hazelaar begint te versnellen. Riet Hazelaar, daarachter Gigi Barroso. En Love You Too blijft op de rug van Gigi Barroso. Zo gaan ze de laatste bocht in. Twee lengte voorsprong nu voor Riet. En ze zijn inmiddels halverwege de Tjarda-bocht. Riet Hazelaar leidt, daarachter Gigi Barroso. Love You Too komt nu van de reling af en gaat de trainingsgenoot aan. Aanpakken. Vierde plek is voor Luther King Boko en daarachter ligt Lexia Boko. Zo komen ze de laatste rechte lijn in. En de leiding is voor Riet Hazelaar. De bedreiging lijkt te komen van de buitenkant van Love You Too. En dat is een verrassing. Aan de relingzijde Gigi Barroso die het ook nog een keer oppakt. Maar dat gebeurt toch ruim achter de rug van Tesselaar. Gaat hier heel makkelijk winnen. Riet Hazelaar gaat niet naar de finale, maar wint wel de serie. De Breeders' Course serie is voor Riet Hazelaar. Tweede plek aan de buitenzijde voor Love You Too. Derde is Gigi Barroso. Voorlopige eindtijd 1:15-1.